Hallo, hallo, goedemiddag. Hallo dames. Hallo, hallo Maudie. Dag Sandy. Het zijn ook altijd dezelfde hè, die komen kijken. De die hard fans. Hallo. Ja, en je hebt mijn grijze haarletten, hè? Ja. It's part of the look. Dag Sandra. Dag Sarah. Dag allemaal. Hebben jullie gelezen in de tekst? Ik weet niet of je dat nu ziet. Nee, je ziet dat niet, hè? Als alleen als je. In de post zelf ga kijken, dan weet je wat ik ga doen. Oh, Gwendoline, maar je kunt nog herbekijken als je wilt. Straks vanavond, morgen, heel het weekend, op repeat zelfs. Don't worry. Goedemiddag. Ik heb zelfs geen idee hoe laat het is. En ik kan dat eigenlijk ook niet zien. Ja, zwart. De cookie look. Nee, het is toch iets anders. Ik had geen blauw of paars. Is die blauw of paars? Blauw, hè? Blauw. Dat hebben ze zo precies nog niet, hè? Bij Shoppers zo'n fel Cookie Monster blauw. Cleopatra. Inderdaad, Charlotte. Ik ga voor een Cleopatra look. Wel een iets modernere versie, denk ik. Denk ik. 12 uur 33. Goed, Sandy. Merci. Ik ga beginnen. Eigenlijk is het niet zo'n hele. Allee, het is wel een spectaculaire ooglook, maar het is eigenlijk niet zoveel verschillende dingen die ik nodig heb. Ik heb ook even gewoon op mijn roze ooglook ontschminkt en de rest is nog intact gebleven. En mijn concealer is er ook wel af. Maar nee, Michelle, ik spreek geen Frans. Of toch niet? Goed, Frans. Dus, goed, met wat ga ik beginnen? Ik ga eerst een klein beetje concealer op mijn. Ik ben eigenlijk helemaal niet gestructureerd op dit moment. Dus ik hoop dat ik hier alles bij de hand heb liggen. Want het is vrijdag, hè? Een beetje concealer op mijn ooglid aanbrengen. Zodat het allemaal goed egaal wordt. En. Ja, misschien ook al ineens een beetje de andere kant van het beetje dat ik heb weggeveegd. Goed, tot aan die wenkbrauw. Ja, het is weer al een vrijdag. Geen kantoorlook. Iets speciaals. Eerder voor carnaval of dergelijke. Maar dat is ook leuk, toch? Dan ga ik van de Refillables de lingerie als beige nemen. En ik ga gewoon mijn concealerborstel daarvoor gebruiken. Oeh, dat is wel veel. Mooi armbandje. Ja, ik weet niet of ze kijkt. Ik denk het niet. Want ik denk dat Lily Louise op school zit nu. Maar Lily Louise is de dochter van Stefanie. Stefanie is mijn collega van. De sales uit Antwerpen voor Saint Persaint. En die maakt die armbandjes, zoals je kunt zien. Carrie CPC, mijn hartje. Ja, mooi hè. En die gaat kei trots zijn als hij straks van haar mama hoort dat haar armbandjes live geweest zijn. Goed, dus ik ga de lingerie, dus als de beige. Uiteraard kun je daar ook gewoon de beige voor gebruiken. Maar ik ga vandaag een look maken met de Refillables. Ik heb nog niks gemist, hè? Ja, okay. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon de lingerie gebruiken. Goed.
Voilà, dan. Gaan we iets extremer. Ja, als we aan Cleopatra denken. Cleopatra was zo heel veel koolpotlood. Heel veel... ik weet niet wat dat toen al bestond. Misschien niet wat met houtskool of zo gedaan. Ik heb eigenlijk geen idee. Misschien dat je dat ooit gezien hebt in de les geschiedenis. Maar dat is heel lang geleden. Dus heel veel zwart, goud in haar sieraden en haar kledij kwam toch ook wel heel fel aan bod. Dus ik heb echt gezocht achter zoiets heel fel goud van kledij. Maar ik heb dat niet. Bronzig wel, maar dat kwam dan zo niet echt mooi uit met mijn make-up. Dus, maar goed, we gaan met zwart waterproof potloodje werken. En ik ga een lijn creëren. Hier. Eigenlijk heb ik nog maar zo net beslist wat ik dat ging doen, want ik had twee verschillende looks. Ik had ook naar Laurie gestuurd. Ik was aan het twijfelen, maar ik heb toch voor deze gekozen. En Laurie wou eigenlijk de andere. Stil, hè? Veel goud, inderdaad. Ja, ik doe eigenlijk bijna altijd... eigenlijk altijd mijn beige tot aan mijn wenkbrauw. Omdat ik vind dat ik dan zo'n mooi, egaal canvas heb. En hier zet je toch kleur in je arcadeboog. En je zet toch een kleur op je bewegend ooglid. En dan heb je hier zo'n hele mooie, strakke overgang. Zo'n mooi, egaal stuk nog tussen je... Ah, Laurie. Ja, maar ja, je wou toch liever die andere, hè. Maar het probleem was, en ik zal even uitleggen waarom ik niet voor de andere. De andere had een kleur, ook heel mooi, maar was net een kleur dat niet van Saint Persan was. En ik wou toch wel graag 100% Saint Persan houden. Dus daarmee ben ik voor dit gegaan. Dus. Een zwarte lijn. En een beetje morsen kan geen kwaad, maar ik ga het toch nog een beetje uitsmutsen. En de onderkant nog wat proper maken. En nu is de kunst. Hoe bepaal je nu waar je die lijn zet? Ja, ik heb die echt zo... Ja, waar zit die? Net echt zo in mijn arcadeboog eigenlijk. Dus net waar dat je hier zo die put hebt. Zo net erboven eigenlijk. Welke verzorgingsproducten dat ik gebruik? Licami. Ik had, voordat we Licami hadden, gebruik ik de Reinpharma. Ik ben zo stilletjes aan wel wat overgestapt naar Licami. Ik vind dat gewoon iets gemakkelijker in gebruik. En die hebben gewoon een veel kleiner gamma. Misschien moet ik dat met een spiegel doen. Hè? Ja, mannetjes, dat gaat niet aan twee kanten hetzelfde zijn. Hè. Je weet, op de filmpjes en de foto's is dat allemaal gefotoshopt. Dus, toen ik het gisteren probeerde, was het wel iets gelijker. Was wat. Who cares? Het is de moeite dat telt, hè? Nee? Carrie met de rode neuzen op de achtergrond. Ik ben aan het denken wat je bedoelt, Loes, met je rode neuzen op de achtergrond. Er staat toch niks. Zeg het mij eens wat je bedoelt. Ah, oeps. Sava. Even zien. Rode neuzen. Heb je al iets gestuurd? Rode neuzendag op de TV. Ah, is het rode neuzendag? Ah ja, oké. Okay. Dat wist ik niet. Cue music. Dat kan. Goed, nu ga ik een klein beetje de onderkant een klein beetje gaan verfijnen. Voordat ik ga beginnen smutsen, want anders ga ik te veel.
Jongen, jongen, stel je voor dat je dat alle dagen gaat doen. Cleopatra. Wellekes. In volle concentratie. Panda oogjes, ja. Ik voel me eigenlijk wel zo'n beetje een Japanse. Hebben die ook niet zoiets zo? Hoe noemen die? Oh, ik kan er niet op komen. Help a girls, help a girl out. Hoe noemt dat weer zo die Japanse figuren? Die hebben toch ook zoiets met streepjes aan, nee? Goed. Whatever. Het is Cleopatra. Ik ga. Een heel klein beetje zwarte oogschaduw over die lijn zetten. Zo'n klein beetje uitgesmudged wordt. Dan wordt die net een beetje dikker. Geisjes, ja, dat was het. Ik moet sowieso die Inspirational Friday misschien op een andere dag doen, want op vrijdag lukt mij dat allemaal niet meer. Dan, Matushka, dat is iets anders, Evelien. Dat is, dat is niet Japan, denk ik. Goed, nu ga ik heel even hier. Moest er wat fallout zijn, een beetje wegdoen. Mijn nagellak. Goh, wel, ik heb normaal gelnagels, maar ik heb die er dus vorige week afgeveild met, zou ik dat durven zeggen, met wat ik dat gedaan heb? Ja, dat is wat je kent mij al, hè. Met een dremel. Ken je dan een dremel? Dat is eigenlijk om zo te graveren. Zo in hout of in metaal. Dus ik had dat nog liggen in mijn garage en ik dacht, oh, er zit zo'n klein topje op. Dus ik heb daarmee zo... ging veel sneller. Op een half uurtje waren volledig mijn nagels vrij van de gel. En dan kan ik daar gewoon een nagellakje op zetten. Dat is eigenlijk gewoon iets van Catrice of zo. Iets van mijn kinderen zelf, denk ik. Goed genoeg, hè? Ja, zou je misschien zo'n beetje een highlighter... Zou dat niet gaan op je nagel? Maar is misschien wel vettig. Dat gaat eraf glijden. Nee, we gaan dat niet doen. Goed, dan ga ik mijn smudge zoeken, maar misschien een propere, want in deze is die zwart. Ik heb gezegd hè, dat ik niet gestructureerd ben vandaag. Ik heb een vuil gevonden, ik zal die wel proper maken. Allee, vertel de golf tussendoor, maar is iets. Zo'n setjes om te veilen. Ah. Ja, wel, ik heb dat wel gedacht. Maar dan denk ik, ja, zoveel lockdowns gaan we nu toch niet meer hebben. Hè? Als ik dat nu koop, dan ga ik dat waarschijnlijk nooit meer gebruiken. Hoop ik toch. Dat het nu gedaan is. Isopropyl. We kunnen alles creëren, Laurie en ik. Oh, ik vind dat wel een compliment. Ik moet zeggen dat we dat wel zo in de live zo heel rap doen. Omdat je anders ja, langer bezig bent. Dus ik vind wel altijd dat mijn look, als ik dat geoefend heb, er wel strakker en beter uitzie. Maar whatever. Goed, ik ga dus inderdaad nu, zoals Laurie zei, een beetje concealer aanbrengen onder mijn oog. Ik ga even hier kijken. Zodat ik een beetje een... cut crease heb. En dat is nu echt iets waar ik niet goed in ben, cut creasen. Maar je ziet, ja, ik doe het toch gewoon. Oei, dat is wel veel. Oeps.
Ah, je doet de gelnagels zelf. Maar jong, echt waar. De ene kant gaat toch gemakkelijk, maar hoe doe je dat dan voor de andere kant? Dan zit je toch 3 uur aan bezig. Ja, bij mij is dat ook Laurie. Als ik dat getest heb, dan gisteren was ook zo mijn zwarte lijn eigenlijk aan twee kanten hetzelfde. Ik dacht, oh, easy peasy. Het gaat hier morgen even goed gaan. Maar zwart, ik lig daar echt niet van wakker. Voilà. Concealer. Ik heb trouwens even de. Wat heb ik genomen? Liquid Foundation 2 daarvoor gebruikt. Nu ga ik. Goud. Ja, zie zelf zitten. Maar, ik moet er niet aan beginnen, jong. Ik ga voor de goud tint de eclair gebruiken. Gouder dan goud. Ja, wel, ik heb zo'n setje ooit eens gekocht voor zo zelf gel lak te zetten. Maar echt waar, jong. Dat is toch niet zo, bij mij toch niet. En een dag is er ergens al een hoekje af. Ja, dan trekt het helemaal op niks niet meer. En om dat er dan af te krijgen en bij te werken, dan zit je nog langer bezig dan dat je al gewoon een nagellakje zet. Dus nee. Ja, dat is toch straf, hè? Hoe dat je op een live van Cleopatra ineens overgaat op gelnagels en nagelbijten. Ah, ik ben erover geweest. Dat is niet erg. Dat fix ik straks wel. Lang leven onze nagelstylistes. Ja, vind ik ook. Alhoewel ik iedere keer denk, als dat er dan af is, van... Zou ik het er niet aflaten? En dan begin ik met nagellak. En dan is dan aan een dag al ergens ook een hoekje af. Of ik heb mijn handen te veel gewassen en ontsmet. En dan... Dan denk ik, ja, kom, zet er maar terug gel op. Dat is hier echt een female talk, jong, tijdens een live. Dat is echt... Als je problemen hebt, het is het moment, hè. Je kunt je probleem hier even in de groep gooien en er zijn genoeg dames om je verder te helpen. Welke kleur oogschaduw weer? Evelien, je moet opletten, hè. Eclair. Goed, ik had nu wel even over mijn zwart geweest. Oei, waar heb ik nu? Hier, dus ik ga er heel even een klein beetje. Hopelijk pakt dat daarop. Ja, wat jij. Kom, vind je Cleopatra al een beetje tevoorschijn komen? Zal wel moeten. Goed, liquid eyeliner. Of nee, ik kan eerst mijn wenkbrauwen doen. Ik ken dat, dan is dat nog niet droog. En dan zit ik daar weer een BMW in. Not gonna happen. Wat ga ik doen voor de wenkbrauwen? Ik ga heel donker gaan, denk ik. Ik denk dat dat, zeker bij Cleopatra, die zo zwart-zwart en die ook nog eens pikzwart haar had. Ja, dat heb ik niet. Caripatra. Wel, ik wou dat eigenlijk posten, maar ik dacht, oh, get alive, Minos. Noem het maar gewoon iets anders. Eerst kammen. Die wenkbrauwen. Met een wenkbrauwborsteltje.
Ah, een peel-off. Ja, maar ik vind echt dat dat bij mij niet goed blijft. Peel-off. Goed, terug naar de les. We gaan, of ik ga, de noir van palet 1 als wenkbrauwpoeder gebruiken. Ja, dat is nu niet, ook niet voor het dagelijkse leven, hè, maar ik wil zo toch wel iets donkerder. Soms vraag ik mij af, hè, en dat is echt, ik ga misschien een belachelijke opmerking maken, hè, maar zwart, we moeten maar bijpakken. Soms vraag ik mij af wat die mensen er echt zo hebben uitgezien, Cleopatra, want we maken daar dan wel zo een beeld van. En oké, er zijn wel van die tekeningen en zo, maar toch. Misschien lag je die moskert uit. Is dat Cleopatra? Heb ik er toch niet bij gelopen? Je maakt mij belachelijk. Goed, dat is goed donker, hè? Oh, die Vicky Toussaint. Is er een verschil tussen een waterproof potlood en een gewone? Ja, sowieso. Waterproof blijft een heel stuk langer, Anja. Ze zijn ook vettiger, dus ze trekken gemakkelijker lijntjes. Je moet alleen zien, als je heel gevoelige ogen hebt, dan zou ik daar natuurlijk niet voor kiezen, hè. Dan kun je beter kiezen voor het gewone minerale oogpotlood. Maar kun je het verdragen, dan is een waterproof nog, ja, nog net een betere keuze. Maar dat gaat ook veel langer blijven zitten. Daar kun je zo wel eens mee door een regenbui wandelen. Goed. Ik vond dat nog wel mee, hè. Ik dacht echt dat dat heel zwart ging zijn, maar op zich. Savakjes. Goed, dan. Eyeliner. En zoals dit ook altijd heel goed kan, of gebeurt, lukt, buiten de live, gaat dat waarschijnlijk nu ook weer. Maar wat. Dus ik ga een lijn trekken. Richting mijn, ja, wat is dat? Mijn krulletje. Misschien moet ik ook een beetje steun hebben. En dan. Dat gaat een dikke worden, hè? Maar ik vind dat dat wel mag bij Cleopatra. Ik ga ervan uit dat hij dat ook zo deed. Dat is niet voor alle dagen, hè? Zien, hè? Want als ik ontwingen ben, dan vliegen die reacties voorbij. Prinses Canoza. Shellish. Het gaat nog altijd over de nagel, precies. Oh, Laurie moet door. Voilà. Je ziet het dan straks wel dat het gelukt of mislukt is. Dat zijn haartjes. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Ze zijn iets te dicht. Het zijn haartjes. Dat is geen stift. Dat zijn hele fijne haartjes op elkaar. Wat dat eigenlijk zorgt dat dat geen stiftje is, maar een penseel. Ontvetten, ontvetten. Ja, dat moet ik ook nog eens doen, maar op andere plaatsen. Goed, aan deze kant ook. Een lange lijn. En dan verbinden.
heb ineens een bibber. Ik heb nog niet gegeten. Zien of ze wat gelijk zijn. Die is wat dikker. Voilà. Ja, ça va, hè? Het is nog redelijk gelijk, hè? Die is echt heel goed, hè? Als je zo echt, ook als je kleine oogjes hebt en je hebt zo weinig ooglid, hier kun je zo heel fijn lijntje met. Kijk, met een potlood zijn er altijd ietsjes dikker. Met een liquid eyeliner heb je toch net iets meer die fijne lijn. Goed. Het is nog niet gedaan. Je moet nog niet gaan lopen. Niet dat je dat ging doen. Hè. Dan. Gaan we. Ik zie dat ik geen zwart aan mijn vingers heb. Nee. De waterlijn aanzetten. Zeker bij Cleopatra mag het zwart-zwart zijn. Een klein beetje van de tightline. En de binnenste ooghoek. Ah, Charlotte, je hebt dat ook. Ja, ik heb dat ook als ik zo eigenlijk. Ik heb eigenlijk alleen maar een sneetje peperkoek op van vanmorgen. Maar ja. Oh, in mijn oog. Fijn weekend, Sophie. Ik maak straks nog wel een fotootje. Onderste. Wimperrand of onder de wimpers beter. Ook een klein beetje van dat zwart. En dan gaan we dat een beetje uitsmetchen. Dat het zo wat vervaagd wordt. Caripata komt dichter. Ja, ja. Ik moet zeggen, als ik nu terug zou mogen komen in een volgend leven, ik zou precies wel als Cleopatra gaan willen terugkomen. Nee, dan moet ik ook terug in een tijd, zeker. Die gaan niet meer terugkomen. Als ik mag terugkomen in een vorig leven, dan kom ik terug als Cleopatra. Ik heb het op de waterlijn gezet en ik heb het net hier onder, op de, wimper, onder de wimperrand gezet. Voilà. Het is al redelijk Cleopatra-ug, niet? Goed, wat gaan we nog doen? Ik ben even aan het denken, met mijn getetter ertussen. Mascara. Waterproof. Honingkoek. Is dat niet hetzelfde, Brenda? Ik dacht altijd aan honingkoek. Eyeliner in de tijd van Cleopatra had trouwens een medische reden. Ah, tell me. Heb jij Wikipedia erbij gepakt? Of jij wist dat gewoon nog? Ik dacht altijd dat dat gewoon zo om er krachtig bij te lopen. Zo. Ik vind zo, allee, zwarte potlood geeft altijd zo wel een zwaardere look, een krachtigere look. Dus ik dacht altijd dat Cleopatra daarom met zwart werkte. Allee, die zit mij weer uit te lachen waarschijnlijk. Stomme pijl. Mascara. Ook aan de onderkant. En ik heb hier een haartje hangen. Kijk wat je dat ziet. Hier hangt iets. Zie je gewoon de spiegel zien? Ja, van een penseeltje denk ik. Ja, ça va, ja? En is al altijd gebruikt geweest om ogen te ontsmetten. Ogen te ontsmetten. Ah, hielp tegen een bacteriën. Ah, nu snap ik het.
Maar hou jong. Ik heb er iets bij geleerd. Goed, wat gaan we nog doen? Ik ga eerst even een klein beetje mijn huid aanpakken. En ik ga een beetje van de loose 2 onder mijn ogen doen. Om een klein beetje op te lichten. Vliegen op afstand. Allee. Als we eens last hebben van de vliegen. Dan doen we meer zwarte potloodlijn aan. En dan blijven die weg. Ja, hij lijkt inderdaad een beetje op een 70s look. Of 60s. Is dat niet 60s? Zo met 70s. Ik weet het niet meer, jong. Goed, dan nog een beetje loose 5. Ik heb nu nog wel wat aan, maar ik wil gewoon even erover gaan. Allemaal een beetje egaler is. Voilà. Bronzer. Dat hoort er ook wel bij, vind ik. De Soleil Brunet. Brunet. Dit wordt dan onze zomerlook. Voilà. Begin maar al te oefenen, hè. Cleopatra look tegen de vliegen. Ja, ik heb eigenlijk ook nog wel genoeg bronzer aan, zie ik. Ons Vicky is mij al achter de schermen privéberichten aan het sturen voor ideeën voor de volgende live. Zit ze ermee bezig, hè? Maar ik heb het dus niet kunnen lezen. Ik zag het maar passeren, een stukje. Goed, dan. Ja, highlight. Ik vind dat dat echt wel zeker niet mag ontbreken. Bij de Cleopatra look. Oh, ik ben zo aan het overdrijven met alles wat ik pak. Highlight. En ik ga dat echt... redelijk groot aanbrengen. Ja, ook een beetje zo wat over met een blush ook. Hoi. Het is hier zo stil. Dan... was ik eigenlijk nog vergeten dat ik zo eigenlijk hier ook een lijn wou. Maar het probleem is dat ik dat echt zelf eigenlijk vrij moeilijk vind. Dus ik ga dat proberen. Hè. Zo. Nu de andere kant. Bieber. Ah. Voilà. Dat maakt die ogen toch nog net specialer, niet? Dan de lippen. Ik weet dat het uitverkocht is, maar ik ga gewoon de lippen scrub gebruiken. En daar een beetje van de eclair, dus terug van het gouden wat op mijn ogen zit. Oh, een lippen. Een beetje, hè. Zo. Ik zal het zien, hè, dat ik nog iets kan bedenken. Nu is hier.
Ja, cool. Dag Talita, jij komt er nu net bij, denk ik. We zijn de Cleopatra-look aan het doen. Tot hiertoe zijn we hier al geraakt. Wat vinden jullie van dat zwart streepje? Geeft dat niet zo wat meer? Strenge Cleopatra. Goed. Eigenlijk is het me af, maar uiteraard heb ik ook een pruikje voorzien. Cleopatra zou niks zijn zonder een Ah, wimpertjes. Juist. Ja, misschien moet ik dat eerst doen. Alleen mijn lijm is zo wat half droog. Ik ga proberen. Ik heb er hier wel klaargelegd. Ergens. Ik ga proberen al wimpertjes te plakken. Zijn die al geknipt? Kan niet zien, hè? Geknipt. Lime. Die ging er eigenlijk bestellen bij Café Boté. En heb ik vorige week of zo, denk ik, een bestelling gedaan. En ik ben de lime vergeten. Zwat. Dus ik ga proberen, hè, of dat hem nog wat plakt. Want er komt ook amper iets uit. Anders zal het zonder wimpertjes zijn. Even laten drogen en dan ga ik ze nog even goed pletten. Andere kant. Ik heb de lijm van Eskido. Ik vind dat gemakkelijk. Omdat dat zo in een soort van dun puntje. Eigenlijk zo precies een eyeliner puntje. Maar dan kun je zo heel fijn je lijm op je borstel doen. Normaal moet je ook wel even 30 seconden wachten. Maar die is vrij droog al. Dus kan ik die vrij snel al opkleven. Ah, nee. En de wimpertjes zijn de Beast Piece van hoe noemt dat? Een kruidvatmerk. Zijn er dus geen dat je zo kunt blijven hergebruiken. Oei, blijkt hier nog niet goed. Ik ga direct uw vraag beantwoorden, Sarah, hoe dat je de wimpertjes eraf haalt. Ik ga me alleen even focussen om ze er eerst op te krijgen. Voilà, je kunt dat ook met een pincetje doen, hè, als je dat gemakkelijker vindt. Maar ik vind het bij mezelf gemakkelijker om gewoon met mijn vingers. Je trekt die er eigenlijk gewoon aan. Dus je pakt dat wimpertje vast en dan trek je voorzichtig dat eraf. Maar er komt echt geen wimper of zo mee af. Ik heb dat nog nooit gehad dat daar iets mee afkwam of zo. Voilà, ik kan ze nog heel even zo laten. En als ze dan droog zijn, dan ga ik ze nog even wat pletten. Op zich maakt dat de look wel iets beter. Hè. Voilà, dan gaan we voort met mijn haar. Mijn rekker. Ja, als ik nu een staart doe, ga je wel mijn grijze haar zien. Hè? Dan, echt, ik ga er als een beauty uitzien nu. Ik ga ook een haarnetje gebruiken. Prachtig, toch? Oh my god. Precies zo'n mime speler.
De pruik. Moet ik ook nog ergens in zien te geraken. Zie ze doen, zie ze doen. En ik heb ook nog een accessoire. Een haarband. Geen idee hoe je hier eigenlijk op moet zetten. Maar... Ah, dat was een van mij. Dat was niet van de pruik. Voilà. Ja, een gouden halsketting heb ik niet. Ik ben niet zo rijk. Cher. Ja, Cher heeft ook zo'n zonder look gehad. Hè? Ik heb vorig jaar in december had ik zo'n vrouw. Dus ondertussen is ze weer bijgegroeid. En ik ben niet van plan om terug te knippen. Voilà, dit is mijn Cleopatra look. Het is wel kei handig is met die dingen hier. Als er iemand zo te dicht komt, zo anderhalve meter, kun je zo... Pats! Dan gaat hij wel uit de weg. Oh, ideaal. Oh. Goed. Ik ga nog eens even op mijn wimperken zuigen. Voilà, dit is mijn moderne versie van de Cleopatra look. Ik ga uiteraard nog een paar fotootjes trekken, want dat is toch altijd nog iets scherper en zo dan in dat beeld hier. En dan zal ik ze posten in de fanpage. Voilà, en als er ooit nog eens terug een Cleopatra tot leven komt, dan is dat Carrie die gereïncarneerd is. Voilà, dames. Hoe laat is het? Oh ja, ik ben toch wel even bezig. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben. Nog een fijne zaterdag ook. Zondag is Caroline er. Nee, eigenlijk niet Caroline. Caroline komt niet. Het is Sint en Piet van Saint Persaint. En die gaan hun winactie doen. Hè? Dus als je besteld hebt via de webshop... ofwel afhaal bij de apotheek of gewoon thuis laten leveren, doet je eigenlijk automatisch mee met de Sint en Piet actie. En die is eigenlijk, ja, die was tussen 1 en 5 december. Hè. Dus je hebt nog tijd om iets aan te kopen via de webshop en dan doet je sowieso mee met de wedstrijd. Voilà, dames, een heel fijn weekend en ik hoop dat jullie hier een beetje van genoten hebben. En wie weet... Zijn er morgen weer dames die de Cleopatra look doen? Ja, de accessoire is ook goed voor de vliegen. Oh, ik wil eigenlijk aanhouden. Ik moet mijn kinderen weer van school gaan halen. Of toch eentje, want de andere heeft examen, die is al thuis. Maar de jongste die zit nog in de lagere school, dus die moet ik nog gaan halen. Maar het gaat, ja, het gaat helaas niet zo zijn. Voilà, fijn weekend dames. Bedankt om te kijken en tot snel. Bye bye.